Als iedereen gaat doen wat hij of zij het liefste doet, dat zal niet voor iedereen werken. Maar als het voor 80% werkt, dat betekent dat er, laten we zeggen, 50% al meer gelukkig is dan dat nu het geval is. Sinds mijn studententijd hou ik een blog bij, een HR-blog. En dat gaat over het binden en boeien van personeel. Dat is destijds ontstaan omdat ik daar heel veel interessante onderzoeken en literatuur over had gelezen, maar dat er helemaal niet... Er was in België of in Nederland was daar geen platform voor. 3 jaar later, 500 blogs verder, bestaat het platform nog steeds en is het veel groter geworden dan dat ik al ooit had kunnen denken. En is het ook de basis geweest voor hetgeen wat ik nu doe. Employability gaat voor goed werkgeverschap door het menselijke kapitaal centraal te zetten. Er komt gewoon een leegloop binnen organisaties. En als organisaties niet beseffen dat die leegloop er gaat komen, dan kunnen zij ook die continuïteit binnen hun organisatie niet verzekeren. Ik denk dat het kaf van de koren zich zal gaan scheiden. Er gaat inderdaad niet genoeg talent zijn binnen België om ervoor te zorgen dat elke organisatie optimaal kan blijven produceren of diensten kan leveren. Dat neemt niet weg dat er wereldwijd wel genoeg kwalitatief volle mensen en mensen met talenten zijn die gaten die in België ontstaan kunnen opvullen. Alleen dat vraagt een mindswitch. Langs de andere kant is het misschien ook een oplossing om ervoor te zorgen dat mensen precies datgene gaan doen wat zij het liefste doen. En dat vraagt ook weer een mindswitch. Want dan is werk niet meer werk, maar dan is werk een betaalde hobby. En dat heeft heel veel positieve invloeden, want dat maakt de mens gelukkiger, omdat hij net bezig kan zijn met datgene wat hij of zij het leukste vindt. En tegelijkertijd wordt werk niet meer als werk aanzien, wat ervoor zorgt dat mensen dag en nacht bezig gaan zijn met een hobby. En als mensen langere uren werken of bij verschillende organisaties werken, gaan ze misschien ook een stukje effectiever werken, omdat ze veel meer kennis hebben binnen hun vakdomein. Ze worden echt specialisten in plaats van generalisten. En dat zorgt er dan ook voor dat organisaties talenten kunnen gaan delen. Ik heb meerdere personen die mij inspireren. Maar dat heeft ook te maken met dat ik 2 dingen heel erg belangrijk vind. Het ene is het goed werkgeverschap of het binden en boeien van personeel. En daar haal ik vooral mijn inspiratie uit Amerika. En dan ben ik een heel grote fan van de heer Phillips. Die heeft een heel mooi boek geschreven. En dat is eigenlijk ook de basis geweest voor mijn scriptie. Is de basis geweest voor de website of een van de websites die ik heb. En is uiteindelijk ook de basis voor de business die ik heb. Maar werken vind ik niet alles. Vanuit dat standpunt is Timothy Ferris van de 4-Hour Workweek echt wel een hele grote inspiratiebron. Niet zozeer omdat hij maar 4 uur per week werkt, maar hij heeft, om het op zijn Nederlands te zeggen, scheid aan alles. En hij doet precies net hetgene dat hij het leuk vindt om te doen. En anderzijds, reizen. Ik ben een enorm grote reiziger. 7 maanden, 8 maanden, los van de normale standaardvakanties. En mijn droom of mijn ambitie is om al werkend te kunnen reizen of al reizend te kunnen werken. De vuilbakken moeten nog steeds worden opgehaald. Er zijn dingen die gewoon altijd blijven bestaan. De vervelende jobjes, die zullen nooit meer weggaan. Maar tegelijkertijd vind jij dingen leuk die ik helemaal niet leuk vind en vice versa. En als we op die manier samen naar de organisatie kunnen gaan en zeggen van samen zijn wij jouw perfecte werknemer omdat dit en dit en dit en dit de taken zijn en die dingen doe ik heel goed en dat zijn de zaken waar die mijn counterpart heel goed kan. En als we op die manier bij 2 of 3 organisaties te werk kunnen gaan, dan kunnen we datgene doen wat we het liefste doen. En worden daar in plaats van 1 organisatie, maken we daar 3 organisaties en 2 werknemers mee gelukkig. En is dat dan een utopie? Denk het niet.